I'm driving home for Christmas. Kijk eens aan, jongens. Wat een sfeertje hier. Voorspel jij die avond even? Ik voorspel dat het... Dat er deze avond nog wel eens wat sneeuw kan gaan vallen. Op de avond van uploaden. Oké, dan. Ja, daar zitten we dan, Noordie. Spannend. Dit is Bierproef. Samen met Bas. En Noordie. En vandaag is het bijna kerst of kerst. In ieder geval bij ons wel, ja. Want wij hebben het even versierd. Ja. Heel gezellig. En er hoort volgens mij een biertje bij. Ja, we zijn aardig aan blauwbekken. Hè? Absoluut. Het is om min 5 zo rond deze tijd. Zing jij de bel even? Ja. Hey. Kijk eens, het werkt. Dankjewel, jongen. Dank u. Een gulpenig ijsbok. Ijsbok. Een limited biologisch. Heb je daarom uitgekomen? Nou, om heel eerlijk te zijn, dit was eigenlijk het enige biertje wat ze hadden wat een beetje met kerst te maken had. Oh. Het is een vrij zwaar biertje. Donker biertje. Ja. Met wel, wat was het, iets van 10, meer dan 10, 10,3% alcohol. Kijk aan. En wat wel leuk is, na het gisten, dan gaan ze hem invriezen tot min 20. Zodat de aroma's, min 20? Ja, zeker. Zodat de aroma's van de alcohol en de kruiden en zo, die komen meer naar boven. Wat weet jij er veel van, hoor? Ja, ik kan het etiket fantastisch lezen. Oh. Ja. Lekker man. En het is dus een donker biertje, maar wel kruidig en fruitig en lekker zoet. Dus ja, misschien is dit wel een intrede voor een donker biertje wat we een keer misschien wat lekkerder gaan vinden. Ik ben nu wel benieuwd hoe die gaat smaken. Nou, Bas? Ik niet, want het staat op de fles. Here we go. Ho, ho, ho! Lekker, ja, man. Dit is een goed herfst-winterkleurtje. Ja. Ik ben verkouden, Noordie. Maar we kunnen wel een poging tot ruiken doen. Ho, ho, ho. Meneer de kerstman. Ja. Hij valt er nu al van om. Ja. Wat ruik je, Bas? Ik ruik een beetje, het is gewoon alsof je de schaatsbaan binnen loopt. Die Elfstedentocht, hè? De Elfstedentocht zit in het glas verwerkt. Heb jij er een meegemaakt? Nee, niet dat ik weet. Volgens mij 97 de laatste of zo. Ja, heb ik er wel meegemaakt, Noordie. Echt? Ja, maar daar was jij niet aan de zijkant. Maar ik roep maar een nummer, hè? Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja. Je moeders armen. Nee, ik ruik het in dit glas terug. 1997. Die aroma's, die komen... Zullen we gewoon geproeven, Bassie? Ja, we gaan proeven. Want je kunt wel ruiken tot hier. Proost, jongen. Prut, hè? Zo. Er zit wel wat smaak in. Hier zit heel veel smaak in. Nou. Ik kom de laatste tijd steeds wat meer in de bokbieren en de donkere versies. Ja. Dit vind ik wel goed. Dit bevalt dit je wel. Dit is karakter. Karakteristiek. Zo heb je er niet snel nog een. Dus shout-out naar Gulpenig. Naar de brouwers. Kunstwerkje. Hij is heel kruidig. Heel kruidig. Maar wel zoet. Maar dat staat ook op de fles, maar dat klopt wel. Hij is wel zoet. Dat is wel met, vaak met die bokbiertjes, gewoon heel bitter en wat dan ook. Maar dit is bijna een soort snoepjesachtig zoet. Hij is goed zoet. Nee, er mist wel één woord, maar die gaan we niet noemen deze aflevering. Je weet dat, wat ik bedoel, dat vind je hem niet? Nee, dat gaan we ook niet benoemen. Ja, maar ik vind wil je wel vrij fris zitten. Het is vrij fris, hè? Ik zie mezelf al zitten in zo'n lekkere grote stoel bij de open haard. Met een goed boek. Een beetje een filosofieboek, waarbij je goed moet nadenken. En ondertussen lekker geniet van een ijsbokkie. Terwijl buiten een beetje de natte sneeuw tegen de ramen aankletst. Ja. En dan zit je hier met zo'n biertje in de stoel. Lekker de snoezelen bij die stoel. Ja. Oh, piepart. Prut, hè? Het brandt zelfs een beetje in je keel. Je denken aan lekker brandhout. Ik ben daar. Het zit toch een beetje in je keel. Drink je wel eens een kruidenbittertje of zoiets? Heel af en toe. Want daar doet me wel een beetje aan denken, maar daar is het nog te licht voor, zeg maar. Ja. Dus als je echt van kruidenbittertjes houdt, een beetje van die Jägermeister-achtige dingetjes, dan is dit wel lekker, hoor. Maar deze heeft wel een beetje de afslag genomen, zo van de snelweg, zo biersnelweg, naar de kruidenbitter toe. En dat is een beetje het begin, de afslag, hè. Ja, hij komt eraan. Gut, op zo'n kerstavond. Ja. Wat voor een cijfer ga je richting? Heb je al iets in gedachten dat je denkt van... Ik wil dit jaar goed afsluiten. Zit jij thuis en je denkt van... Ik zou graag de planning voor Bierproef willen doen. Meld je nu aan. Want ik weet niet of er na deze nog een oud en nieuw video komt dit jaar. Of dat dit alweer de laatste van het jaar is. Dat hangt puur van de views af, hè? Ja. Zeker. Ja.
Stel dat deze 400 keer wordt bekeken in 2 weken, komt er dan nog een oud en nieuw video? Dan gaan wij op de melkbus een biertje drinken. Ja, proost, dat gaan we doen. Mijn eerste ijsbok, ook dat vind ik euforisch. Ja. Kerstmuts op je hoofd. Nou. Spanning bouwen we op. Ik ga voor een 8,2. Zee. Ja. Netties. Ja. Ja, ik ga er nog eens even goed voor zitten. Vertel jij nog eens even je cijfer. Ja. Oh gut, ja, hoe ga ik dit overtreffen? Ja. Nou, net zoals je sokkies, ga ik 1 puntje lager. 7,2. 7,2? 7,2. Oké. Okay. Ja. Daar ging ons bord. Ja, ons bord. Hij roept ons. Ik zal hem er even bij pakken. We gaan het bord erbij pakken. Als jij hem er even afkrapt. Ik wil eerst nog even iets met je delen, Nonny. Weet je hoe ze een walkie-talkie in het Frans noemen? Walkie-toilet-trottoir? Nee. Een talkie-walkie. Ja, dat is leuk, toch? Ze draaien hem gewoon om. Maar zo gaan we toch wel knallend het jaar uit. Nou, dacht ik. Jongens, wij wensen jullie hele fijne dagen. Geniet ervan met vrienden, familie, met lekkere kerstbokjes en weet ik wat voor gekkerheid. Oliebollen straks. Oliebollen. Doe voorzichtig met jullie vingers. Wij hopen jullie in ieder geval in ons nieuwe jaar ook weer te mogen begroeten achter jullie laptop of mobiel, kijkend naar onze video's. En dan zeg ik in ieder geval tot kiekers. Gelukkig nieuwjaar alvast. Adios.